Een ster wordt geboren, de vroege muzikale passie van Martin Garrix. Martin Garrix, geboren als Martijn Gerard Garritze, is een Nederlandse DJ en muziekproducent. Al op jonge leeftijd toonde Garrix een natuurlijke aanleg voor muziek. Op 4-jarige leeftijd pakte hij de gitaar op. Op zijn 8e toonde hij al interesse in DJ'en. Deze passie werd verder aangewakkerd toen hij Tiësto, een collega Nederlander en een titaan in de elektronische dancemuziekscene, zag optreden tijdens de Olympische Spelen van 2004 in Athene. Deze ervaring liet een onuitwisbare indruk achter op de jonge Garrix en voedde zijn verlangen om een carrière in de muziek na te streven. Hij perfectioneerde zijn vaardigheden met behulp van muziekproductiesoftware en bracht talloze uren door met het experimenteren met geluiden en het ontwikkelen van zijn unieke stijl. Zijn toewijding en rauwe talent waren vanaf het begin duidelijk zichtbaar, wat de weg vrijmaakte voor zijn bliksemsnelle opkomst naar roem. De meteorachtige opkomst van Animals, een gamechanger. In 2013, op 17-jarige leeftijd, bracht Martin Garrix een nummer uit dat zijn leven en het landschap van elektronische dancemuziek voor altijd zou veranderen, Animals. Het nummer was een krachtige cocktail van aanstekelijke energie, een pulserende baslijn en een direct herkenbare melodie. Het veroverde de wereld stormenderhand, stond bovenaan de hitlijsten in heel Europa en maakte van Garrix een wereldwijde sensatie. Animals oversteeg genres en boeide zowel doorgewinterde liefhebbers van elektronische muziek als gelegenheidsluisteraars. Het werd een volkslied, overal gespeeld, van clubs tot festivals tot radiostations over de hele wereld. Het succes van het nummer katapulteerde Garrix in de schijnwerpers en vestigde hem als een kracht om rekening mee te houden in de industrie. 2013, Martin Garrix verovert ADE. Het Amsterdam Dance Event, of ADE, is het werelds grootste clubfestival en zakelijke conferentie voor elektronische muziek. Kort na het succes van Animals maakte een jonge Martin Garrix zijn debuut op ADE. Het publiek barstte los toen hij het podium betrad. Zijn set was een bewijs van zijn talent. Het was een bepalend moment in de carrière van Garrix. Het jonge wonderkind keert terug ADE 2014. Het jaar daarop keerde Garrix terug naar ADE, dit keer niet als nieuwkomer, maar als een heuse ster. Het succes van Animals had zijn plaats in de hogere regionen van de elektronische muziekscene gecementeerd. Zijn ADE-optreden in 2014 werd met spanning afgewacht, met fans en critici die benieuwd waren naar zijn groei als artiest. Garrix stelde niet teleur. Hij leverde een set af die zijn evolutie als DJ en producer liet zien. Zijn geluid was volwassener geworden, met complexere lagen en ingewikkelde overgangen. Hij had het publiek moeiteloos in de hand en nam hen mee op reis door een sonisch landschap van stijgende melodieën, stuwende baslijnen en euforische drops. Zijn ADE-optreden in 2014 bevestigde zijn reputatie als een meesterlijke showman en een ware vernieuwer in de wereld van de elektronische muziek. Deel 5. Een traditie is geboren, Garrix jaarlijkse ADE Takeover. Vanaf 2015 werd de aanwezigheid van Martin Garrix op ADE een jaarlijkse traditie. Hij trad niet alleen op het festival, hij cureerde zijn eigen shows en evenementen, waardoor ADE transformeerde tot een platform om zijn evoluerende geluid te laten horen en opkomende artiesten te promoten. Zijn shows werden enkele van de meest gewilde tickets van het hele evenement en waren binnen enkele minuten na de release uitverkocht. Garrix's toewijding aan ADE ging verder dan zijn eigen optredens. Hij erkende het belang van het festival als knooppunt voor de elektronische muziekindustrie en gebruikte zijn platform om iets terug te doen. Hij organiseerde workshops voor aspirant producers, gaf inzichten in zijn creatieve proces en deelde zijn kennis met de volgende generatie talenten. Zijn toewijding aan het stimuleren van nieuw talent en het verleggen van de grenzen van elektronische muziek bevestigde zijn positie als een ware ambassadeur voor ADE. Deel 6, 2016, de troon bestormen op ADE en verder. 2016 was een mijlpaaljaar voor Martin Garrix. Op slechts 20-jarige leeftijd bereikte hij wat veel DJ's alleen maar kunnen dromen. Hij werd door DJ Mag gekroond tot 's werelds nummer 1 DJ. Deze prestigieuze titel getuigt van de populariteit, invloed en impact van een artiest op de wereldwijde elektronische muziekscene. De overwinning van Garrix was een historisch moment, waarmee hij de jongste DJ ooit was die deze eer ontving. Zijn overwinning werd in stijl gevierd op ADE. Zijn optreden dat jaar was niets minder dan legendarisch.
een triomfantelijke thuiskomst voor de nieuw gekroonde koning van de elektronische muziek. De energie in de zaal was elektrisch toen Garrix een set afleverde die zijn reis naar de top samenvatte. Het was een avond van feest, een bewijs van zijn harde werk, toewijding en onmiskenbare talent. Deel 7, STMPD RCRDS. Een platform voor opkomend talent op ADE. In 2016 verstevigde Martin Garrix zijn toewijding aan het koesteren van nieuw talent door zijn eigen platenlabel, STMPD RCRDS, te lanceren. Het label, vernoemd naar de verkeerd gespelde bedankbriefjes die Garrix zijn moeder stuurde, werd opgericht met een visie een platform bieden aan opkomende artiesten en de traditionele normen van de muziekindustrie uitdagen. STMPD RCRDS werd al snel een kracht om rekening mee te houden, met de ondertekening van een divers scala aan getalenteerde artiesten in verschillende genres binnen het elektronische muziekspectrum. ADE werd een cruciaal platform voor STMPD RCRDS, waarbij Garrix zijn shows en evenementen gebruikte om de artiesten van het label te presenteren en hen aan een wereldwijd publiek voor te stellen. Deze toewijding aan het stimuleren van nieuw talent versterkte Garrix's nalatenschap als niet alleen een DJ en producer, maar ook als een visionair leider in de elektronische muziekindustrie. Deel 8, voorbij de decks veelzijdigheid tonen op ADE. Hoewel Martin Garrix vooral bekend staat om zijn energieke optredens en festivalklare anthems, reikt zijn muzikaliteit veel verder dan het rijk van de Big Room House. In de loop der jaren heeft hij ADE gebruikt als platform om zijn veelzijdigheid als artiest te laten zien, te experimenteren met verschillende genres en samen te werken met artiesten buiten de elektronische muzieksfeer. Van intieme akoestische sets tot verrassende samenwerkingen met gerenommeerde vocalisten, Garrix heeft consequent de grenzen van zijn artisticiteit verlegd op ADE. Deze optredens hebben een andere kant van zijn muzikale persoonlijkheid laten zien, waarbij zijn diepgang als muzikant en zijn bereidheid om nieuwe sonische gebieden te verkennen naar voren kwamen. Zijn bereidheid om te experimenteren en te evolueren heeft zijn muziek fris en opwindend gehouden, waardoor zijn positie als een ware vernieuwer in het steeds evoluerende landschap van elektronische muziek werd verstevigd. Deel 9. Een decennium van dominantie, Garrix blijvende aantrekkingskracht op ADE. Al meer dan een decennium is Martin Garrix een dominante kracht op ADE. Zijn reis van een jonge, onbevangen nieuwkomer naar een doorgewinterde headliner getuigt van zijn blijvende aantrekkingskracht en zijn vermogen om contact te maken met publiek over de hele wereld. Zijn sets op ADE zijn legendarisch, gevuld met een aanstekelijke energie die taal- en cultuurbarrières overstijgt. De muziek van Garrix is synoniem geworden met ADE, waarbij zijn anthems de soundtrack vormen voor talloze, onvergetelijke momenten op het festival. Zijn optredens zijn een bedevaart geworden voor liefhebbers van elektronische muziek van over de hele wereld, die jaar na jaar enorme menigte trekken. Zijn vermogen om consequent opzwepende sets af te leveren en de grenzen van elektronische muziek te verleggen, heeft zijn positie als een van de meest geliefde en gerespecteerde artiesten in de industrie verstevigd. Deel 10. De nalatenschap gaat verder ADE als springplank voor de toekomst. Naarmate Martin Garrix zich als artiest blijft ontwikkelen, evolueert ook zijn relatie met ADE. Het festival blijft een cruciaal platform voor hem om in contact te komen met zijn fans, nieuwe muziek te debuteren en de toekomst van elektronische muziek vorm te geven. Zijn jaarlijkse optredens worden met spanning afgewacht, met fans en professionals uit de industrie die staan te popelen om getuige te zijn van het volgende hoofdstuk in zijn muzikale reis. ADE is een springplank geworden voor Garrix's toekomstige inspanningen, een proeftuin voor nieuwe ideeën en een springplank voor zijn voortdurende groei als artiest. Zijn toewijding aan het festival en zijn passie voor elektronische muziek zijn duidelijk in elk optreden, waardoor zijn nalatenschap op ADE nog jarenlang publiek zal blijven inspireren en boeien. Deel 11. Martin Garrix en ADE, een symbiose. De relatie tussen Martin Garrix en ADE is er een van wederzijds voordeel en gedeelde groei. ADE heeft Garrix een platform geboden om zijn talent te laten zien, contact te maken met een wereldwijd publiek en de toekomst van elektronische muziek vorm te geven. In ruil daarvoor heeft Garrix ADE een ongeëvenaard niveau van energie, opwinding en innovatie gegeven, waardoor de positie van ADE als 's werelds toonaangevende elektronische muziekfestival is verstevigd. Hun gezamenlijke reis is een bewijs van de kracht van muziek, het belang van het stimuleren van nieuw talent
en de blijvende aantrekkingskracht van ADE als een wereldwijd epicentrum voor elektronische muziek. Zolang zowel Martin Garrix als ADE blijven evolueren en innoveren, zal hun symbiotische relatie blijven bloeien en het landschap van elektronische muziek voor generaties vormgeven.